Het woord van God zet ons vandaag stil bij Jesaja 35. Er staat boven blijdschap om de terugkeer van de vrijgekochten. Zo heet deze studie ook. Inleiding: Jesaja spreekt ook in hoofdstuk 35 over de eindtijd. Veel liederen die we in de kerk zingen spreken over het Messiaanse Rijk. Lied 661 uit Johan de Heer is zo'n lied waarin deze profetie treffend tot leven komt. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal haar schapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Van heilge vreugde zal zij beven, doortinteld van een heerlijk leven, dat nimmer meer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschal. Lezen Jesaja 35 vers 1 tot en met 7. De woestijn zal bloeien. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart: wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God, de wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De ogen van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Jesaja profeteert over het begin van het Messiaanse Rijk, kort na de grote verdrukking. Dan wordt door Yahweh een rivier van levend water ontsloten onder de tempel in Jeruzalem. Die splitst zich in twee stromen. Eén vloeit af naar de Middellandse Zee, de andere zal eerst oostwaarts gaan en dan naar het zuiden afbuigen. Daar ligt heden de Dode Zee als gevolg van een aardbeving, waardoor de Jordaanvallei ook is ontstaan. Zal het niveau van de Dode Zee nu omhoog komen, waardoor deze in de Rode Zee zal leeglopen. De Araba is een woestijn die ten zuiden van de Dode Zee ligt. Een rivier van levend brengend water zal onder de in Jeruzalem ontspringen en via de opgeheven Dode Zee door de Araba stromen, waardoor dit gebied tot grote vruchtbaarheid zal komen. Zacharia 14 vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. Er blijven delen over van de vroegere Dode Zee die niet door het levende water van de Tempelrivier worden bereikt. Ezechiël 47 vers 11. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Om over na te denken: 1. Het Britse vorstendom Wales, Principality of Wales, was het land van de grote opwekkingen. Van 1735 tot 1905 kwamen hier om de 10 jaar revivals voor. Velen kwamen tot bekering en geloof. Kapellen werden gebouwd of uitgebreid om de aanwas van levend gemaakte zielen op te vangen. Krachtige evangeliepredikers doortrokken het land om overal het evangelie te preken. Er was honger naar het levende brood en dorst
naar het levende water. De leer van zonde en genade, van wet en evangelie, deed door de werking van Gods geest wonderen. Ruwe bergbewoners, onkundige boeren, onbeschaafde mijnwerkers kwamen tot levensverandering. De vele gezelschappen die ontstonden waren plaatsen waar het geestelijk leven opbloeide en vorming kreeg. De opwekkingen waren doorgaans krachtig en duurden kort, waarbij zij wel een lange nasleep hadden. Hoe zou het komen dat dit nu niet meer in Wales voorkomt? In vers 2 gaat de profetie verder met een bloemrijke beschrijving van de luister van de Araba. Die wordt vergeleken met de Libanon, de Karmel en de Sharon. Dat zijn streken die van oudsher bekend stonden om hun grote vruchtbaarheid en landschappelijke schoonheid. De profetie zet dus het beeld van een soort Hof van Eden neer in een voormalige woestijn. De spectaculaire vruchtbaarheid van de Araba is niet alleen een geschenk aan het volk Israël, het dient ook om de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God aan het licht te brengen. Het woord heerlijkheid is verbonden met koningschap, zoals in Psalm 21 vers 3 tot 5. De wens van zijn hart hebt u hem gegeven. Het verzoek van zijn lippen hebt u hem niet onthouden, want u komt hem tegemoet met rijke zegeningen. Op zijn hoofd zet u een kroon van zuiver goud. Leven heeft hij van u verlangd, en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altijd. Het wijst dan ook op het koningschap van de Messias, Jezus Christus, in het Messiaanse Rijk. Om over na te denken 2. Wij mensen zijn onderdeel van de natuur. De natuur laat steeds weer merken dat de mens er niet boven staat en het allemaal naar zijn hand kan zetten. We willen allemaal een vitaal platteland waar het fijn is om te wonen en te werken. Maar het is schipperen met de ruimte. Alles vraagt een plaats, de woningbouwopgave, de energietransitie, het watervraagstuk, landbouw, stikstof, droogte, biodiversiteit en alles is belangrijk. Een wirwar van aan belangen. Deze puzzel moet stukje voor stukje worden opgelost. Iemand zei, en vervolgens kun je een stip op de horizon zetten. Wat in dit opzicht is de stip op de horizon? De profetie is gericht tot het gelovige deel van het volk Israël in de eindtijd. Die hebben wel een bemoediging nodig, vers 3 en 4. Want de verschrikkingen van de grote verdrukking liggen dan nog vers in het geheugen. De aankondiging, uw God zal komen, is ontroerend en sprekend, want dat kan alleen tot het ware Israël gezegd worden. De wraak betreft de vijanden van Israël en van Yahweh. Om over na te denken 3. Het dreigt de Hebreeën en ook ons wel eens te veel te worden. De schrijver van de Hebreeënbrief moedigt de Hebreeën met Jesaja 35 vers 3 aan. Slappe handen zullen worden gesterkt. Wankele knieën zullen stevig worden. Bergbeklimmers kunnen zich ook met een helikopter naar de top laten brengen. Uiteraard willen ze hun doel halen, maar dan wel op de moeilijke manier, waarbij hun karakter, discipline en vastberadenheid op de proef gesteld en verdiept worden. De Heer Jezus en zijn Rijk blijven verwachten, ook al lijkt het uitzien daarna te vergeefs. Hebreeën 12 vers 12, dat is net als bergbeklimmen. Is dit een goede vergelijking? Wat wordt er bedoeld met de vergelding van God zal komen, vers 4b? In de hoofdstukken achter de met 10 van het boek Openbaring en Openbaring 16 vers 1 wordt over 7 verderfengelen geschreven. Hen wordt opgedragen de oordelen van God aan het eind der tijden uit te voeren. Het is waarschijnlijk dat deze 7 verderfengelen belangrijke taken voor Yahweh uitvoeren.
We vinden ze ook beschreven in Ezechiël 9, waar ze Jeruzalem binnentrekken. En ook daar voeren zij een oordeel van God uit. Van deze zeven zijn vier aartsengelen aanvoerders van de hemelse legers, en dat zijn de wagens van Zacharia 6, die na de oordelen in de eindtijd de gehele wereld onder controle van Messias Jezus zullen brengen. De overige drie worden in Jeruzalem gestationeerd en zullen daar de gelovigen in de laatste weken en maanden van de grote verdrukking beschermen. Jesaja 4, vers 5 en 6. Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. De God van Israël laat het er niet bij zitten. Hij grijpt in en zorgt voor een totale ommekeer. Hij schept een opening in het uitzichtloze bestaan van mensen. De weg naar herstel leek afgesneden, maar hij baant een nieuwe en heilige weg. De profeet wil de mensen op het hart drukken: dat vergezicht wordt werkelijkheid, eens. Het is geen illusie, geen fata morgana, geen luchtspiegeling. Wat er dan gebeuren zal, dat tart elke beschrijving. Alles wat leeft en het nu nog uitschreeuwt van dorst, zal overvloedig voorzien worden van water. Een volledig nieuw begin. En deze totale omwenteling van dorre vlakte tot bloeiende tuin heeft zijn weerslag op de mensen. Zo vaak waren ze bang en moedeloos. Ze waren uit het veld geslagen door tegenspoed. Ze waren verzwakt door het ontbreken van het levende water. Hun handen trilden van vermoeidheid. Hun knieën knikten van uitputting. Zo vaak was het bestaan hen zwaar gevallen. En de oproep klinkt: spreek elkaar moed in. Wijs elkaar op de radicale verandering die zal plaatsvinden. Jullie God is gekomen. Hij heeft de zaken niet op zijn beloop gelaten, maar hij heeft ingegrepen. Hij kon jullie getop niet langer aanzien. Hij komt je tegemoet om een keer in jullie lot te brengen. De profetie in vers 6 en 7 gaat over in een jubelzang over de zegeningen van het Messiaanse Rijk. De Araba, heden een woestijn, zal vruchtbaar worden als de Libanon, de Karmel en de Sharon. Om over na te denken 4, wat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft laten zien, toen hij de ogen van blinden opende en de doven deed horen, was het bewijs dat hij de beloofde Messias was. Matthäus 11, vers 4 tot en met 6. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Kun je dit de krachten noemen van de komende wereld? Hebreeën 6 vers 5. Dat is het vrederijk waarin die krachten thuis horen. Lezen Jesaja 35 vers 8 tot en met 10. De heilige weg, de Camino Sacra. Daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal zij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn wie deze weg ook gaat. Zelfs dwalen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
Jesaja 35 vers 8 tot en met 10 spreekt over de terugkeer van die Joden die voor de antichrist gevlucht zijn, toen deze het beeld van het beest oprichtte in de tempel en in Petra een vluchthaven zullen vinden. Jesaja 33 vers 16. Zij worden door de Messias Jezus Christus persoonlijk opgehaald, zoals Jesaja 16 vers 1 getuigt, en naar Jeruzalem teruggebracht. De ontmoeting met de verheerlijkte Messias vinden we in Jesaja 33 vers 17a. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. En Jesaja 33 vers 17b spreekt over de reis van Petra naar Jeruzalem. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. Het land duidt gewoonlijk op het land Kanaan. Als de ballingen uit Petra terugkeren naar Jeruzalem, dalen ze de bergen van Paran af. Vanaf die plaats zie je in de verte de bergen van Juda liggen. Dat is Kanaan, het beloofde land, waar de Messias in de toekomst zijn regering heeft gevestigd. Deze route zal van dan af bekend staan als de Camino Sacra, de heilige weg. Jesaja 35 vers 9. Het grootste deel daarvan is een weg die van oudsher de King's Highway heet. Waarschijnlijk krijgt deze weg die naam. Vers 8. Omdat daarover het gevluchte deel van het volk Israël onder aanvoering van de Messias in triomf zal terugkeren. In het Messiaanse Rijk zal die weg van die tijd af alleen voor bedevaartgangers toegankelijk zijn. De verlosten zullen die bewandelen, vers 9b. Een Israëliet die zich wegens verarming als slaaf verkocht had, kon door een van zijn naaste verwanten worden losgekocht. Een soortgelijke relatie bestond tussen God en Israël op grond van verkiezing en het verbond. Hier betreft dat het nieuwe verbond dat pas in werking treedt als het volk Israël tot bekering is gekomen. En dat is inderdaad het geval met de vluchtelingen in Petra. Zij staan vanaf dat moment onder Gods bescherming. Vers 10 zie je haast voor je, jubelende en zingende mensen die hun Messias gevonden hebben en het Messiaanse Rijk mogen binnengaan. We zien hier een treffende overeenkomst met de intocht in Jeruzalem, Matthäus 21 vers 1 tot en met 11, die een voorafschaduwing is van deze gebeurtenis. Om over na te denken 5. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten, zegt vers 10. Dietrich Bonhoeffer zegt hierover: de vreugde van God is door de armoede van de kribbe en de nood van het kruis gegaan. Daarom is ze onoverwinnelijk en onweerlegbaar. Ze ontkent de nood niet als die er is, maar te midden van die nood vindt ze God. Ze bestrijdt het moment van ernst niet, maar juist zo vindt ze de vergeving. Ze kijkt de dood in de ogen, maar ze vindt juist in de dood het leven. Om deze vreugde die heeft overwonnen gaat het. Zij alleen is geloofwaardig. Zij alleen helpt en geneest. Herken je dit?